Sven Bobman, welkom in Heerenveen. Je komt voor een jaar over van Ajax. Ja. Wat is je eerste indruk van de club? Goede indruk, hele warme indruk. Iedereen is heel aardig tegen elkaar. En ik ben benieuwd wat me nog te wachten staat. Ja. Nou, je komt dus over voor één jaar. Waarom heb je voor Heerenveen gekozen? Nou, zoals ik zeg, het is een hele warme club. En wat ook heel goed omgaat met jonge spelers, wat ik zelf nog ben. Ik zie mezelf hier veel kansen voor mezelf en daarin wil ik mezelf graag op de kaart zetten en zoveel mogelijk ontwikkelen. In Amsterdam en omgeving ben je een bekende naam, hier misschien nog een beetje onbekend. Kun je uitleggen, wie is Sven Bobman? Ik speel eigenlijk al mijn hele leven bij Ajax en op dit moment keuze voor een jaartje Heerenveen. Ik ben een hele lange verdediger, links centraal achterin, ik ben linksboot. In de lucht is mijn kwaliteit en het leiderschap achterin, neerzetten van iedereen en natuurlijk het verdedigen, wat het belangrijkste is. Je zei al van, ik heb gekozen ook omdat de jong talenten zich hier goed kan ontwikkelen. Ja. Een van die talenten die de andere kant op gegaan is Kik Piri. Heb je hem nog gesproken? Niet zozeer over deze overstap. Ik heb natuurlijk wel contact met hem gehad, want ik heb de hele voorbereiding meegedaan. Maar deze hele... De situatie is best snel gegaan, dus ik heb niet iedereen kunnen spreken die ik misschien zou willen spreken. Maar ik kan ik spreek hem waarschijnlijk nog wel eventjes. Wat voor rugnummer krijg je bij Heerenveen? Ik ga rugnummer 18 dragen. En je weet wie dat rugnummer vorig jaar droeg? Flap, als het goed is. En je weet hoeveel hij gescoord heeft? Ik hoorde net 16 of 17. Ik ben natuurlijk geen aanvallende middenvelder, maar ik ben verdediger. Dus min mogelijk tegengoals en af en toe een goaltje erbij maken zou lekker zijn. Ja, en vanmiddag reis je gelijk mee met de selectie in de richting Engeland voor het oefenduel tegen Sunderland. Ja, heel veel zin in. Gelijk een lekker potje voor de boeg. En ook de groep leren kennen. Zo snel mogelijk aan de bak, want volgende week begint de competitie alweer. Ja, volgende week begint de competitie al. Ben jij wedstrijdfit? Ik ben wedstrijdfit, ja. Goede voorbereiding gedraaid met Ajax en veel wedstrijden al gespeeld. Dus dat moet wel goed komen, denk ik.